Welkom bij Countess. Leuk dat je luistert naar onze podcast. Onze specialisten praten hierbij over de laatste ontwikkelingen en bespreken voorbeelden vanuit de praktijk. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van de Countess podcast. Ditmaal gaan we het hebben over op een Prinsjesdag, wat natuurlijk gisteren was. Bij mij aan tafel zit mijn collega fiscalist Frans Wind. Frans, jij hebt behoorlijke ervaring in het fiscalistenvak. Je bent senior fiscalist bij ons kantoor in Staphorst. Bekende naam in de regio. Ik hoor je naam veel vallen van mensen die wel eens met jou samengewerkt hebben. Dus ik ben van mening dat jij in ieder geval de luisteraar en de kijker kan meenemen in de informatie die ze willen hebben. Maar wat veel mensen niet weten, en dat is wel een leuk weetje, dat weet ik ook nog recentelijk pas, is dat je koudwaterzwemmer bent. En deze had je niet aan zien komen. En dan denken mensen, ja, koud water zwemmen in een koude min. Het is echt het liefst met een dun laagje ijs erop. Kortom, een behoorlijke uitdaging. En ik vroeg mij af, ja, de uitdaging, ja, gisteren was ook een behoorlijke uitdaging. In de zin van Prinsjesdag, nieuw kabinet, nog nooit deze samenstelling. Ja, wat brengt het ons eigenlijk allemaal? Dus ik vroeg mij af, ja, wat zijn jouw ervaringen met Prinsjesdag van gisteren? Ja, nou kijk, gisteren natuurlijk was best een spannende dag. Hè? De eerste Prinsjesdag van het nieuwe kabinet. En dan, nou ja, sowieso is Prinsjesdag natuurlijk voor ons als fiscalisten een van de hoogtepunten van het jaar, zou ik willen zeggen. Hè? Mm-hmm. Wat komt er allemaal, wat zijn de nieuwe plannen? En voornamelijk, wat kunnen we daarop adviseren voor onze klanten? Hè? Op inspringen, anticiperen, mm-hmm. zeg maar. Maar gisteren dus de eerste Prinsjesdag van het nieuwe kabinet. En dat is natuurlijk dubbel spannend, want dan denk je van, ja, welke kaders worden verzet? Ja. Wat zijn de nieuwe items die naar boven komen drijven, zeg maar? In die zin was het geen 5 december, maar vol verwachting klopte ons hart. Ja, ja. Nou, dat viel die zin wel een beetje tegen. Hè? Het gaat niet allemaal op de schop. Het is meer bijsturen, bijkaderen. Soms nog ook wel wat verrassende dingen, eerlijk gezegd. Die we voorgisteren niet hadden zien aankomen. Ja. Maar dat maakt het wel weer spannend natuurlijk. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Daar even op terugkomend. Verrassende dingen. Wat heeft jou het meest verrast? Het meest verrast is denk ik wel. De bedrijfsopvolgingsregeling gaat wel redelijk veranderen. Ook mm-hmm. versoepelingen erin. Dat is wel belangrijk voor onze klanten, denk ik. De inkomstenbelasting komt een tweede schijf bij. Dat was eigenlijk al bekend. Tenminste een paar dagen van tevoren. Maar die komt er toch. Na veel jaren twee schijven te hebben gehad. De giftenaftrek bij de BV gaat af, ja, zeg maar. Dat waren echt de drie dingen. Voor mij een beetje gevoel de drie dingen die wel belangrijk zijn, in ieder geval voor onze klanten. Ja. Het is misschien goed om van tevoren even te zeggen, als een soort disclaimer, om het zo maar te zeggen. Het is nu de dag na Prinsjesdag, dus het zijn plannen en die kunnen half wijzigen. Dus mocht er een klant zijn die dit horen en denkt van, ik ga ermee aan de slag, ga dan uiteraard in overleg met je ondernemersadviseur van Countess om dat goed af te stemmen. Want dingen kunnen gaan wijzigen. En het tweede disclaimer van mijn kant is meer persoonlijk. Ik ben fiscalist, MKB-fiscalist. Niet agrarisch fiscalist. Er komen ook wat agrarische onderwerpen langs. Die zal ik zo goed als kwaad als het kan behandelen, maar niet altijd in detail. En daarvoor moet je echt naar je agrofiscalist gaan om dat af te stemmen. Mooi om dat in ieder geval duidelijk te hebben aan de voorkant van ons gesprek. Je zei het al, de bedrijfsopvolgingsregeling. Daar is heel veel gewijzigd en ook ten goede van onze onze klanten, de ondernemers. Neem ons eens mee. Wat is er gewijzigd? Een wijziging is de vrijstelling. Mm-hmm. We hadden tot en met dit jaar een vrijstelling van ongeveer 1,3 miljoen is 100% vrijgesteld. Ja. Dus een onderneming met een waarde van 1,3 miljoen en je draagt die over naar de opvolger, vaak een kind, is die helemaal vrijgesteld van succes. Ja, want normaal gesproken zou je bij overdracht wordt dat gezien als een schenking en dan moet je daar gewoon schenkbelasting over betalen. Ja, dus iets overdraagt, hè, door de volgende generatie van 1,3 miljoen met de waarde van 1,3 miljoen betaal je daar maximaal 20% belasting over. Ja. Dat is fors natuurlijk. En als dat ondernemingsvermogen is, dan is dat eigenlijk vrijgesteld tot dat bedrag. Ja. En boven 1,3 miljoen is het nu 83% vrijgesteld, mm-hmm. dus 17% belast.
En dat wordt iets anders. Vanaf 2025 gaat de 100% vrijstelling naar 1,5 miljoen. Oké, okay, dus dat is echt een mooie sprong van 1,5 ton. Ja, die gaat wel omhoog. Daarentegen meerdere is nu 83% vrijgesteld. Dat wordt 70% vrijgesteld. Ja. Het is nog steeds een, denk ik, forse, of een, ja, ruime regeling. Hè? Want je kunt je voorstellen, als je een onderneming hebt van miljoenen, dan wordt er eigenlijk maximaal wordt dan 30% eigenlijk belast. Mm-hmm. Hè? Los van de vrijstelling van 100%, 30% belast. Nou, maximaal, tegen een maximaal tarief van 20%, dan zit je op 60% belasting. Ja. Dus het is voor het kleine en het middengrote MKB is dit echt heel veel meerwaarde. Het blijft gewoon een hele mooie regeling om toe te passen. Die ook wel regelmatig toepassen voor onze klanten. En dat blijft gewoon zo. Er zijn ook wat dingen die wijzigen. Ook wat versoepelingen. Tot en met 2024 had je eigenlijk de eis dat je, wanneer je je BV zou willen overdragen aan een opvolger, dat je dan een opvolger al 3 jaar bij de onderneming werkzaam moet zijn. Dat zag je wel eens, dat dan kinderen al op hele jonge leeftijd, laat maar zeggen, ingeschreven of in ieder geval op de loonlijst gezet worden. Ja. Ja, dan weet je in ieder geval zeker, nou, dan is die drie jaar in dienst. Dat gaat er dus af. Dat gaat er af. Je zag wel inderdaad schoolgaande kinderen of studerende kinderen die dan voor 10 uur op de loonlijst kwamen te staan. Ja. Om maar in ieder geval de mogelijkheid te hebben om het onder die regeling over te dragen. Ja. Dat hoeft niet meer. Die 3 jaar termijn gaat eraf. Dus dat is een mooie verruiming voor de praktijk. Wat komt daarvoor in de plaats? Ja, eigenlijk voor in de plaats komt een leeftijd. Als je wilt schenken aan je opvolger, moet die opvolger minimaal 21 jaar zijn. Helder, ja. Voor de rest, zijn wat details, wordt de 5% doelmatigheidsmarge wordt afgeschaft. Dat wil zeggen, als je een combinatie hebt, wat vaak zo is, stel je het ondernemingsvermogen in je BV, Of je IB-ondernemer, je hebt ook een stukje beleggingsvermogen of overtollige liquide middelen. En die worden niet gezien als ondernemingsvermogen. Dan mag je nog 5% daarvan nemen die ook onder de vrijstelling gaan. Ja. En die 5% gaat eraf. Dus die wordt iets versoberd, kan je zo maar kunnen zeggen. Wat ook wijzigt is het keuzevermogen. Als je goederen, zeg maar, bedrijfsmiddelen gemengd gebruikt, zoals dat heet. Mm-hmm. Geldt eigenlijk alleen voor het zakelijk deel wat je gebruikt. Ja. Geldt de vrijstelling, geldt die regeling, en niet meer voor het andere. Ja, er wordt echt gekeken van het vermogen wat er overgedragen wordt, wordt echt toegewijd aan die onderneming. Ja, er zit nog wel een drempeltje op. Ja. Het gaat alleen om bedrijfsmiddelen boven 100.000 euro, dus ook niet voor alle bedrijfsmiddelen. Mm-hmm. Dus het is een redelijk soepele regeling. Dat is eigenlijk wel weer casuïstiek specifiek. Ja. En dan zou ik inderdaad zeggen, vooral met de adviseur in gesprek hierover. Zeker. De belangrijkste wijziging, of de belangrijkste die gisteren eigenlijk plotseling naar boven kwam, is eigenlijk van, bij de regeling moet je, een van de voorwaarden van de regeling is dat de opvolger het bedrijf 5 jaar voortzet. Ja. Je mag 5 jaar binnen beperking mag eigenlijk niks doen, zeg maar. In ieder geval niet bedrijf verkopen en dergelijke. En die termijn van 5 jaar gaat naar 3 jaar. Okay. Dus je bent... Oké, okay, je bent ook nog eens flexibeler. Je bent flexibeler, wat fiscaal vrijer naar 3 jaar. Ja, oké. Okay. Ja, dat zijn positieve... Ik kan me voorstellen dat je zegt... dat heeft mijn positieve zin verrast voor de ondernemers die wij mogen bedienen. Tweede puntje waarvan je zei van wat jou verraste, of verraste in ieder geval, wat je wel aan zag komen, maar wat wel impact heeft, is een extra schijf in box 1. We hebben er nu 2, we hadden er ooit 4. We gaan nu weer naar 3. Wat is de achtergrond en wat gebeurt er? Ja, de achtergrond is denk ik een beetje, als ik het zo uit de politiek haal, dat ze vooral de lagere inkomens eigenlijk wat minder willen belasten. Mm-hmm. Dus vandaar een extra schijf. En de huidige eerste schijf tot 75.000 euro wordt eigenlijk opgeknipt in 2 schijven, waarvan het eerste schijf nog wat lager belast wordt. Mm-hmm. Dus dat heeft gevolgen voor de mensen die wat minder, wat lager in inkomen zitten. Mm-hmm. Die worden wat lager belast. Dat is ook de bedoeling. Ja. Het heeft natuurlijk uiteraard ook tot gevolg dat ook de hogere inkomens daarvan mee profiteren. Nee, want net wat van of onder af wordt je loon en dergelijke wordt belast. Ja. Dus in brede zin, werken loont meer. Profiteert iedereen van, ik zou zeggen. Ja.
Ja. Weer een positief. Is het dan allemaal een feest van cadeautjes? Of zijn er ook wel dingen dat je zegt? Ja, er zijn er wat vereenvoudigingen. En gisteren lees je dat dan. En dan denk je van, wat staat er? Wat wordt er bedoeld? En ja. Wat detail misschien, maar misschien wel leuk om te vertellen. De vervoerskosten voor zieke mensen willen wat versoepelen. Ja. Ik zou hem zeggen. Tot eigenlijk 23 cent per kilometer. Nou, dat is dan niet spannend. Maar als je gehandicapt bent en ernstig ziek bent, heb je een vaste aftrek van €925 per jaar. En dan is natuurlijk de vraag, wanneer voldoe je juridisch aan die kwalificatie van handicap? Arbitrair inderdaad. Ja. En dan staat er in een toelichting ergens, als ik goed heb gelezen, dat vaste bedrag voor aftrek komt voor in aanmerking wanneer iemand kan laten blijken niet in staat meer dan 100 meter zonder met hulpende middelen te lopen. Ja. Dus, ik ben heel benieuwd hoe dit in de praktijk ook door de inspecteur bekeken gaat worden. Maar goed, dat zal blijken. Hey, en box 1, dus IB-sferen, daar zit meer in. Box 2, box 3. Wat gebeurt er in die box? Box 2 verandert in die zin wat de tarief gaat naar beneden toe. Ja. Dus we kunnen nu eigenlijk in box 2 en dan praat ik over dividend EBV als voornaamste item. Ja, en dan heb je het over aanmerkelijk belang en dat is of het hebben van een grote aandeelbaan of dat je daar dividend uit. Je hebt je aandelen in BV van minimaal 5% en je keert dividend aan jezelf uit. Ja. Dan is de eerste €67.000 is belast. Nu tegen 24,5%. Dat blijft in 2025 blijft dat gelijk. Alleen de tarief voor het meerdere dividend, dus boven de €67.000, gaat van 33% tarief naar 31%. Ja. Dus dat gaat 2% naar beneden toe. Maar dat is dus weer een cadeautje. Wordt weer beter. Wordt beter, ja. Ik ben nog wel zoekende naar van, maar waar gaat die schoen nou wringen? Want tot nu toe is het allemaal, Hosanna wil ik het niet noemen, maar het is wel positief. Nee, kijk, de belangrijkste wijziging die er wel in zit en wat negatief kan uitwerken en niet zo bewust misschien is het feit van, en dat wordt misschien een beetje technisch, maar ik zal het proberen uit te leggen. Iedereen heeft recht op een algemene heffingskorting. En die gaat voor volgend jaar, wordt die al iets minder van uit mijn hoofd €3.700. En dat is eigenlijk €3.000. Een korting op het te betalen belastingbedrag. Ja, ja, dat wordt iedereen nog eens een keer vanaf. Voor iedereen geldt. Ja. Nou, tot en met 2024 hebben we een afbouw in die korting. Hoe meer je verdient, zeg maar, hoe minder korting je krijgt. Ja, ja. Hè? Dus mensen met hoge inkomens hebben op een gegeven moment geen recht meer op die korting. Mm-hmm. Wat er eigenlijk verandert vanaf 2025... is het volgende. Tot en met nu geldt er alleen die afbouw van de heffingskorting voor het box 1 vermogen. Dus voor je loon uit je bv of je winst aan onderneming. Mm-hmm. En dergelijke. Daar wordt die afbouw op gebaseerd. Ja. Vanaf 2025 wordt ook het inkomen in box 3 en box 2 meegenomen. Ja, oké, kijk. En box 3. Dan ga je hem wel voelen in box 2. En dan ga je hem voelen in box 2. Dus dat betekent ook met het dividend een keer. Wanneer is het handig om dividend uit te keren? Want je zou natuurlijk denken van nu. Ja, dat wordt in die 31% sfeer. Maar je zegt eigenlijk van ja, dan gaat het in 2025 gaat ook die andere kant draaien. Ja. Dat je zegt, stel dat je een halve ton dividend uitkeert, dan kom je in één keer in die schaal dat die korting eigenlijk wegvalt of langzaam opdroogt. Ja. Dan is de vraag, is het echt wel een slimme keuze? En dan blijft allemaal rekenwerk. Ja. Natuurlijk ook nog een zijsprongetje box 3, waar we niet precies weten, hè, twee keuzes, het werkelijk systeem of het werkelijke rendement, wat de uitkomst daarvan is. En dat is een beetje een zwart gat, laat ik zo maar zeggen. Want dat hoort er dan ook bij. Maar het is in ieder geval voor ons, en denk ik als adviseur, naar de klanten toe, echt maatwerk. Om te kijken van wanneer is een goede timing om dividend te keren. Dus ook weer die oproep aan de collega of aan de klanten en ondernemers. Ga vooral met jouw fiscalist of fiscaal adviseur in gesprek hierover. Je tipte net al even box 3 aan. Gisteren zei jij, gekscherend, dit is het moeras van box 3. Yeah. Ik wilde niet te veel bij stilstaan, maar toch even, wat gebeurt er allemaal? Ja, kijk, box 3 is natuurlijk al jaren de Hoge Raad arrest dat we hebben gehad. Het komt er neer, nu heb je twee systemen en je mag eigenlijk kiezen
welk systeem voor jou het beste uitkomt. Mm-hmm. Is dat welke systeem op basis van nog steeds een ver? Of is het het werkelijke rendement als het lager is? Nou, je kunt ook voor elk jaar kun je kiezen. Hè? Kun je kiezen eigenlijk van ga ik voor de wettelijke regeling of voor het andere. Er is nog gisteren, en misschien even goed om te vermelden, wat ik las in de stukken vanuit het verleden. Hè, wat er in box 3 allemaal is gedaan. En want het is natuurlijk mensen die niet bezwaar hebben gemaakt soms. Hè? Ze willen, als ik goed heb gelezen, wat coulant daarin zijn. En eigenlijk komt erop neer, tot en met vanaf 2019, zeg maar, zou je eigenlijk kunnen laten hebben op basis van heb je rechten om dat weer terug te kunnen vorderen. Dus dat is wel een verruiming, een soepele regeling, denk ik. Dat klinkt wel zo, ja. Ja. Hoe is de uitwerking? Ja, dat moeten we even zien. In ieder geval, het formulier zal pas in de zomer van 2025 beschikbaar komen. Mm-hmm. Dus tot die tijd kunnen we eigenlijk niks. Nee. Het is even de vraag van, als er nu een aanslag komt voor klanten, en dat is misschien wel even belangrijk om te benoemen. Wat ik gisteren heb gelezen, zou je niet geen bezwaar hoeven te maken daarop. Mm-hmm. Blijft allemaal een beetje nog een grijs gebied. Dat moet de komende dagen een beetje helderder worden, denk ik. Dus als je wel morgen een aanslag krijgt, een definitieve aanslag waar box 3 in zit, misschien toch even overleggen met je adviseur van counters. Moeten we eventueel pro forma bezwaar maken? Ja, want het feit dat je bezwaar maakt, laat aan de Belastingdienst zien van, hey joh, ik ben er, ik heb gezien wat er gebeurt, laten we er later over doorpraten. Ja, ik als je behoud dat niet doet, wordt er eigenlijk gesuggereerd van, nou, ze zijn het eens met de aanslag. Ja, dat komt ook meer. Precies, precies. Ja. Dan zijn er nog een aantal andere zaken. Een van de dingen die je in de markt wel heel veel hoort is, die BTW, dat gaat in, en dat zijn vooral dan in de sectoren waar dat speelt, gaat die naar 21% toe. Ja. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, die 21% voor een aantal categorieën. Mm-hmm. En die geldt pas eigenlijk vanaf 2026. In de agrarische sector dat is geen aanloopperiode om dat voor te bereiden. Ja. Ze hebben ook gezegd van de kunnen de mensen die het betreft of de ondernemers die het betreft kunnen eigenlijk daaraan wennen. Mm-hmm. En maatregelen nemen, tariefverhoging doorvoeren, noem maar op. Ja. Wat er eigenlijk wijzigt, de BTW op boeken gaat van 9 à 21%. Mm-hmm. Zowel fysieke boeken als digitale boeken, zeg maar. Ook de schoolboeken vallen eronder. Nou, de scholen worden gecompenseerd door het kabinet, heb ik gelezen. Het gaat ook voor cultuur, kunst aankopen, maar ook cultuur. Dus naar theater, naar musea en dergelijke wordt allemaal duur. Ja. Een uitzondering is voor dagrecreatie. Dus als je naar Efteling gaat, Walibi, is dan nog steeds laag tarief. Bioscopen ook niet. Hè? Blijft ook een laag tarief zitten. Dus er is wel wat onderscheid. Ja. En, wat arbitrair waar die lijn dan precies loopt, denk ik. Of? Ja, dat is politiek. Ja. En dat dan zijn er voor 4 politieke partijen zijn aan zet. En die bepalen welke keuzes gemaakt worden. Ja, precies. En je zegt cultuur, kunst, boeken. Logies hoor ik je net zeggen. Ja, logies. Hotels, overnachting gaan worden duurder. Ja. Ook vakantiewoningen die je verhuurt. Mm-hmm. Dat is een hele belangrijke categorie. Tenminste, ik kan voorstellen dat sommige klanten van ons vakantiewoningen hebben. Ja. Die ze verhuren aan derden, zeg maar. Die categorie valt er ook onder. Dus dat tarief gaat ook van 9 naar 21%. Dus als je tarief naar de huurder niet verhoogt, dan kom je zelf wat tekort. Ja. Aan de andere kant, er is ook in de BTW wordt er ook een regeling vanaf 2025 al. En die heet de KOR, kleine ondernemingsregeling. Mm-hmm. En tot omzetten van 20.000 euro. Ja, dat is eigenlijk als je één vakantiewoning hebt, dan val je nog binnen die kleine ondernemingsregeling. Ja, het ligt een beetje aan wat bedrag is natuurlijk verhuurd. Ja. Maar als je onder de 20.000 euro zit qua omzet, zou je ervoor kunnen kiezen om uit de BTW te gaan. Ja, zeg maar. Ja helder. Nou, en die regeling dat zo gewijzigd. Inderdaad nog voor die type belegger die dat ene vakantiewoning heeft, die dan hier eigenlijk nog buiten schot blijft over deze wijziging. Ja. 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 En ik begreep ook dat dat sport aangepakt wordt, hè? Ja, dus de sport wordt ook aangepakt van 9 naar 21%. Ja. Maar dat gaat ook voor sport of sportscholen en dergelijke. Oké, dus niet voor het verenigingsleven? Nee, niet voor het verenigingsleven. Dat blijft gewoon vrijgesteld. Ja. Maar voor de sportscholen, abonnement op sportscholen en dergelijke wordt allemaal verhoogd naar 21% toe. Helder. Maar dat geldt dus vanaf 2026. Ja, en misschien gaat het te ver, maar ik heb
maar laten we vertellen dat er ook iets op het gebied van onroerend goed in relatie tot BTW. Ja, het is een beetje technisch. Kijk, we kennen in BTW, ik ben geen BTW-specialist. Daar hebben we onze collega Gerrit gelukkig voor. Heel goed. Maar even de grote lijn is, we hebben een nieuwe regeling. Als je onroerend goed aankoopt met BTW, mm-hmm. dus bij de aankoop, geldt er een herzieningstermijn. Dat wil zeggen, want je krijgt de BTW, kun je dan terugkrijgen als je dat pand voor BTW-belaste prestaties verricht, mm-hmm. Gebruikt. Die BTW krijg je dan terug. Die BTW wordt eigenlijk 10 jaar lang gevolgd. Verandert die iets in de exploitatie van het pand? Ja. Dus dat, stel na 5 jaar wordt het niet meer gebruikt door een BTW-belaste ondernemer, maar een vrijgestelde ondernemer. Dan wordt de helft van de BTW wordt eigenlijk terugbetaald aan de belasting. Ja, oké. Okay. Dat hadden we eigenlijk nooit voor verbouwingsdiensten. Mm-hmm. Dus als je flink ging verbouwen, nou, de volgende dag was je fiscaal vrij. Om ja. Heel plat te zeggen. Daar gaat nu ook een 5-jaars termijn voor gelden. Dus mm-hmm. als je redelijk flink verbouwt, boven de 30.000 euro. Dan geldt daar ook een herzieningstermijn voor. Wordt gekeken van, je trekt nu de BTW af. Wat gaat er de komende 5 jaar met dat pand gebeuren? Waar de verbouwing op is geweest. Verandert dat, dan kun je eventueel een stukje van de BTW weer terug moeten betalen. Ja. Het geldt ook andersom. Hè? Als je nu een pand verhuurt aan een tandarts, een vrijgestelde BTW-ondernemer, mm-hmm. die gaat verbouwen. Dan is in principe de BTW niet aftrekbaar. Stel je na 3 jaar aan de winkel hier, dan kun je alsnog een stukje terugkrijgen van de verbouwing. Ja, dat twee kanten inderdaad. Dus je moet het altijd goed bijhouden, de administratie. Nee, helder. Een van de laatste punten waarvan je zei dat die je opviel, was de giftenaftrek. De zakelijke giftenaftrek vooral. Ja. Vertel daar eens wat meer over. We kennen tot nu toe, en dat hebben we in ons kantoor in Stappels, hebben we best veel klanten eigenlijk die via hun BV eigenlijk giften geven aan, mm-hmm. Aan die instellingen, aan goede doelen. Ja. Uit mijn hoofd is de aftrek 50% van de winst met een maximum van een ton, 100.000 euro. Ja, dat maakt nog uit. Dat is redelijk, en die is gewoon aftrekbaar tot en met 2024. En daar gaat de streep door. Helemaal? Helemaal streep door. Okay. En dat was ook wel onverwacht dat er helemaal een streep doorkomt vanaf 2025. Dus als je giften doet vanuit je BV aan een goed doel, is die gift in de BV niet meer aftrekbaar. Nee. En dat wordt eigenlijk gezien als een, noemen ze dat, een uitdeling aan jezelf. Dus dat je geacht wordt die gift eerst naar privé toe te over te hebben geheveld. Als een soort dividend. Als geld, als dividend. Ja. Ja. Dan wordt gewoon belast met dat box 2 tarief, wat we net hebben genoemd. En vervolgens schenk je dan fictief aan die ambi, privé. Maar dus wel... In privé mag je hem wel aftrekken, laten we zeggen. Als je goed hebt gelezen, blijft dat gewoon logischerwijs in stand. Ja. Anders zou je helemaal niks hebben. Ja, maar er zit nog wel die belastingheffing nog weer tussen van, van die dividendstroom. Ja. Dus in die zin is dat minder voordelig. Ja. Of minder voordelig. Het zal veel minder vaak voorkomen. Ja, maar dan kan ik me goed voorstellen dat je zegt dat gaat wel impact hebben. En dat is wel. Die had ik misschien niet zo in deze mate aanzien komen. Nee. Maar dat kan voor sommige klanten best wel een issue zijn. En de overweging van moet ik niet stoppen met het geven vanuit mijn BV. Ja, zonde. Fiscaal. Want dat is natuurlijk bedoeld voor... Ja, maar je mag nog gewoon privé natuurlijk schenken. Het bedrag moet nog wel naar privé komen. Versopering privé, want die werd ook wel verwacht. Mm-hmm. Om privé is giften wat te beperken. Ja. En die gaat eigenlijk niet door. Oké, die is van tafel. Die is van tafel. Want dat wordt al de afgelopen jaren werd het al steeds meer een beetje ingeperkt. Ja, de verwachting was dat het in de komende jaren ook wel verder zou worden ingeperkt. Maar nu eerst eens even de zakelijke kant daar een streep doorheen en daarna zien we wel verder. Ja. Ja. En dan zijn er nog een paar wat kleinere dingen die ik even met jou door wil nemen. Of kleinere dingen, kleinere wijzigingen. Te beginnen bij de overdrachtsbelasting. Volgens mij komt daar een tarief tussen. Er komt een tarief tussen. We hebben nu eigenlijk... 3 tarieven mm-hmm. Voor woning, die mensen woningen aanschaffen om zelf te gaan bewonen. Ja. Als hoofdverblijf noemen we dat. 2% is dat volgens mij. Dus 2% normaal gesproken. En als je starter bent, dus voor de eerste keer een woning aankoopt en je bent tussen de 18 en 35 jaar en de woning is maximaal 510.000 euro qua waarde. Dan heb je een behoorlijke woning. Dan heb je een behoorlijke woning, maar dan heb je een tarief van 0%. Ja. Hè, nu. Oké, dat is helemaal vrijgesteld. Dat is helemaal vrijgesteld. Dat blijft eigenlijk zo. En de derde categorie is al het overgeordeld goed. Mm-hmm. Hè, de kantoorpanden, de fabriekshallen, noem maar op. Zeg maar. En de tweede woningen, zeg maar.
Dat is nu 10,4%. Ja, die hakt er stevig in. En daar komt een wijziging in. Ze zeggen van woningen, zeg maar, die je zelf gebruikt of gaat verhuren, zeg maar. Ja. Als belegging, daarvoor komt het tarief van 8%. Ja, is dat ook een beetje vanuit de krapte op de woningmarkt, dat ze toch zeggen, willen zeggen, hey, dat beleggen in die woningen moet wel interessant blijven. Dus we gaan met iets meer belasting doen. Dat zal best kunnen. Ja. Ik kan ook zeggen, want het is voor de beleggers in de woningmarkt is het een extraatje. Ja. Een cadeautje. Nou ja, dat is, dat is net hoe je er aan kijkt. Maar het wordt vanaf 2026 pas. Oké, dan zit ook nog weer een jaartje weer tussen. Ja, er zit een jaartje tussen. Ja, helder. Dus je moet wel kunnen wachten, weder van profiteren bij de aanschaf van een woning. Dan de auto's. Er gaat op het gebied van BPM, elektrisch rijden, is er ook weer het een en ander aan de hand. Ja, heel kort werd gezegd. De meeste ondernemers die het betreft zullen het ongetwijfeld weten vanuit hun eigen beroepsorganisatie. Maar de BPM op bestelbussen gaat eraf. Mm-hmm. En die was vrijgesteld. Die gaat er helemaal af. De vrijstelling gaat eraf. Dus je bent gewoon BPM verschuldigd. Ja. Dus die lasten nemen uiteraard wel toe. Mm-hmm. Ook bij tweedehands auto's die je aanschaft, geldt nog steeds de BPM. En die termijn is volgens mij 5 jaar dat dat wordt gevolgd. Dat er nog BPM op zit, zeg maar. Dat is een belangrijke wijziging. Voor de elektrische auto's, de subsidie gaat eraf, die we kennen. Mm-hmm. Die wordt vanaf 2025 op nul gezet. Ja. Ik denk dat de elektrische auto's wat meer opmars zijn en budget wat meer budget moeten genereren, zeg maar. Ja. Dus daarom wordt het wat beperkt, zeg maar. En ook voor de bestelbus, zeg maar, wordt eigenlijk gekeken naar de CO2-uitstoot. Ja. Minder CO2-uitstoot. Ja, je ziet daar natuurlijk meer en meer een druk op van hey, bestelbussen die niet meer in de stad mogen komen, dat soort zaken. En dan is dit een regeling die daarin ook wel past. Ja. Frans, we zijn een beetje aan het eind gekomen van het gesprek over de fiscale ontwikkeling. Nou, volgens mij kun je nog uren hierover doorpraten. Zeker. En ik wil je zeker aanjagen om dat met je klanten te gaan doen. Net zoals dat ik alle fiscalisten wil doen. En tegen de klanten en ondernemers wil ik zeggen, ga met je fiscalist, dan wel fiscaal adviseur in gesprek. Om te kijken wat alle wijzigingen en alle plannen voor jou van betekenis betekenen. Voor vanmorgen houdt het hierbij op. Ik dank jou voor je komst, dat je hebt willen aanschuiven en een hele fijne dag vandaag. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Heb je een vraag over het onderwerp? Stel je vraag via het contactformulier op onze website of mail naar info@countess.nl. Voor meer informatie kijk op onze website www.countess.nl of volg ons op onze social media kanalen. Wil je meer podcasts horen van ons? Abonneer je dan op ons Spotify-kanaal.